Voorzitter, dit is een inktzwarte dag voor de politie. We zijn door het ijs gezakt. We kunnen het de burger niet meer uitleggen. Dit zijn niet mijn woorden, dit zijn de woorden van politieagenten en woordvoerders van de politievakbonden vanochtend in de persconferentie. En ze vragen twee dingen aan ons. Ze vragen één, structureel geld. Daar heeft de minister het net over gehad. En daar komen we volgens mij nu niet verder op. Maar ze vragen ook om keuzes te maken. Keuzes te maken voor de politie om te vertellen wat ze minder of niet meer hoeven te doen, totdat we die nieuwe politiecapaciteit, totdat die nieuwe mensen erbij zijn. En mijn vraag aan de minister is, welke keuzes maakt hij? Voorzitter, over die keuzes gaan juist de gesprekken die ik voer met de korpsleiding, met burgemeesters en ook met de politiebonden zelf. En daarom heb ik ook na het gezegd, vind ik het een goede zaak dat die enquête bijvoorbeeld is gedaan. De korpschef heeft een landelijke taskforce operationele sterkte en capaciteit ingesteld die zich heel erg richt op aan de ene kant het vergroten van de mogelijkheden om de sterkte uit te breiden en nieuwe mensen sneller in te zetten en ook te kijken naar kunnen we specifiekere en snellere opleidingen, waar kunnen we dat nou goed in vinden. En daarnaast spreken we dus ook met elkaar over hoe kunnen we het voorkomen dat het takenpakket veel te zwaar gaat worden. De heer Van den Bergen. Ja, voorzitter, het gaat volgens mij niet over hoe we ervoor zorgen dat het takenpakket veel te zwaar gaat worden, want het takenpakket is al veel te zwaar. En de bonden die hebben op basis van die enquête een aantal concrete aanbevelingen gedaan, bijvoorbeeld boetes onder de €250 tijdelijk niet innen, de bureaucratie en rapportageverplichtingen voor agenten verlichten, zodat ze weer de wijk in kunnen, operationele experts inzetten voor politietaken. Nou, het zijn drie concrete voorbeelden, maar ze hebben nog heel veel aanbevelingen gedaan. En ik hoop dat de minister daar ook serieus naar gaat kijken. We moeten echt die werkdruk verlichten op de korte termijn, want dat blik agenten trekken we niet zomaar open. Vorige week hadden we het er met de minister over in het algemeen overleg, ondermijning. En toen leek de minister daar nog niet aan te willen, maar ik denk echt dat het op de korte termijn nodig is. Anders kunnen ze niet bolwerken.